Hi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die het kennen, ik ben Sarah Voort. En ik heb vandaag zo'n spannende challenge. Ik heb dit heel vaak voorbij zien komen bij Amerikaanse YouTubers. En daar is best een soort ding. Ik weet niet of het ooit in Nederland is gedaan. Ik denk het wel. Maar het is een 24 uur drive-thru challenge mukbang. Nou, voor de mensen die me kennen, I love mukbang. Ik ben helemaal benieuwd. Ik ben geen groot eten in de ochtend. Ik drink koffie en dat is ontbijt. Dus ja, je hebt hier bij mij in de buurt geen drive-thru Starbucks. Dus ik ga gewoon naar mijn dichtstbijzijnde Starbucks rijden. En dat is een kwartier of zo. Dus daar ga ik mijn koffie halen. Ja, dit is een soort van drive. In Amerika is het natuurlijk veel makkelijker. Want daar heb je zeg maar op elke hoek een drive-thru zitten. Middag wil ik wel naar de Starbucks drive gaan. Want ik ga naar Alphen. Daar dichtbij is ongeveer een Alphen. Moet ik allemaal cadeautjes kopen voor stadsverjaardag. En daarna ga ik er meteen door, want daar heb je nog een soort van normale lunch, broodjes en dat soort dingen. En dan vanavond ga ik denk naar of naar de McDonald's, Burger King of KFC. Dan ga ik samen met Stan, maar Stan die wil niet op beeld. Maar dan ga ik wel samen met hem, dat ik niet de hele dag alleen hoef te eten. Heb je nou zin in deze video, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Wish me luck. Dus vergeet me ook niet te supporten door mij te abonneren. En klik ook zeker de notificatie aan. Dan blijf je namelijk altijd op de hoogte als een nieuwe video plaatsen. Of je nooit meer iets missen. En wil je me nou nog meer volgen? Follow me on the gram. Het is Sarah Voort. Oké, ik ga nu daarheen rijden. Het is echt langs de snelweg. Dus ja. Het is echt zo'n benzinepomp Starbucks. Maar goed, dat is niet erg. Ik zit alleen nog te twijfelen wat ik wil. Wil ik gewoon een havermelk cappuccino? Of wil ik echt zo'n fancy Starbucks drink. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk gewoon om dat ik hoe ik normaal eet, maar dan door de drive-thru. Ik ga even onderweg beslissen wat ik ga doen. Oké, mijn benzine was op. Even een tussenstop bij de tankstation. I freaking hate tanken. Zo duur is het echt ongelooflijk. Tanken was gewoon 68 euro. Echt. Ik vind het echt knap van mezelf. Het is echt een challenge voor mij, want ik... Het eerste wat ik doe als ik wakker ben is koffie drinken. Dus nu moet ik echt wachten op koffie. En ik denk dat ik gewoon een havercappuccino neem. Want daar heb ik gewoon fucking veel zin in. Ik heb geen zin in zoete meuk. Dat neem ik vanmiddag wel bij de Starbucks. Alright, we got it. Breakfast is served, guys. Ik heb een medium haverlat met vanille siroop. Ik wilde eigenlijk de honey en vanille nemen, maar die was dus op. Echt, hoe kan je het verzinnen? Denk ik, ga het een keer leuk doen. Was die dus op. En ik heb echt geluk, want over een paar dagen gaat deze Starbucks gewoon helemaal verbouwen. En dan is ik er helemaal voor niks heen gereden. But let's give it a try. Oeh, ik heb spijt. Het is al heel veel vanille. Het is wel heel zoet. Hebben ze mij de suikervrije vanille gegeven of zo? Hij is echt... Hij heeft zo'n raar stevia smaakje. Which I don't like. Huh? Nee, dit meent ik niet. Nou, ik drink het wel op. Dit ben ik nou in je gevallen. Ik zag dus op TikTok... Want ze hebben mijn naam dus verkeerd geschreven. Mijn naam is zonder H. Maar ik zag dus op TikTok... Dat ze worden geleerd om expres je naam verkeerd te schrijven. Want het is eigenlijk gewoon free advertising. Want iedereen gaat natuurlijk op zijn story zetten en doorzien van... Ah, ze hebben mijn naam helemaal verkeerd gegeven. Dus ben je eigenlijk gewoon Starbucks aan promoten. Dus fucking slim. Vraag me af of ze dat nu ook hebben gedaan. Nou, ik ga niet zeggen... Hi, ik ben Sarah zonder haar. Ja, weet je, you know. Oh, hij is nu al beter gemixt. Te veel meer mixen. Dan wordt die top. Oh. Oh, wacht. Let me fix this shit. Ik dacht, hij is wel heel zoet. Die man achter mij zit mij heel raar aan te kijken. Maar net. We don't give a... Oh. Hij is al veel beter nu. Nou, ik ga lekker naar huis rijden en het opdrinken. En dan kom ik bij jullie terug met lunch. Ik dacht, ik wil mijn ontbijt is niet zo spektakel. Dus ik dacht, ik wil het nog wel een beetje leuk maken voor jullie. Dus laat ik naar Starbucks rijden. Want anders had ik ook wel gewoon niet ontbijt kunnen filmen. Want ik ontbijt eigenlijk niet.
Maar zo is het toch een beetje leuk. Alright. Het is inmiddels 1:15. En dat is tijd voor some lunch. Ik ben net in de stad geweest om dingetjes te halen. En ik moet nu 20 minuutjes rijden naar de Starbucks Drive. Maar dat is zeg maar een plek met echt super veel drives. Je hebt daar ook echt Bramladesh. Je hebt daar... Of Ladars, ik weet niet wat het is. De Vebo. Je hebt daar... De KFC, de Burger King, de McDonald's. Echt alles heb je daar. Ik denk dat ik toch voor Starbucks ga. Ik heb echt zoveel zin in. Gewoon zo'n lekker broodje of zo. Dus ja, ik ga even kijken. Heel benieuwd. Want vanavond ga ik al iets van snack, iets van McDonald's of zo eten. Dus ik wil nu wel gewoon een beetje iets normaals. Dus ja, laten we erheen rijden. Oh jongens, dit is weer zo typisch. Ik heb de verkeerde navigatie gedaan. Ik ging gewoon naar zo'n Starbucks naast een benzinepomp. Nou, daar wil ik natuurlijk niet heen. Dus nu kan ik weer terug. Het is weer 15 minuten omrijden. Echt zo dom. Dit is zo typisch, dan check ik het ook niet. Dan rijd ik er gewoon blind heen. Ja, dat is echt fucking dom. Oh my god. Kan ik ook een keer gewoon normaal doen? Oké, ik ben er. Hier is de Burger King, Starbucks, McDonald's, KFC. So what are we gonna do? Oké, ik ga gewoon naar Starbucks. Like I said. Here we go. Ik moet even kijken wat we hebben. Hi, goedemiddag. Welkom bij Starbucks. Hoe kan ik u helpen? Hi, ik wil graag een iced matcha latte met havermelk. Oh my god. Yes, welke maat wilt u die? Doe maar klein. Yes, nog iets anders? Wat voor broodjes hebben jullie? Oeh, broodjes. Ja. Hamkaas tosti, kaas tosti, grilled vegetable. Doe maar die hamkaas tosti. Hamkaas tosti, eenmaal. Zo, dan een matcha, ice green tea matcha, oatmilk en een hamkaas tosti. Ja, dat was hem. Ja, dat was hem. Dank u, dan kunt u doorrijden alsjeblieft. Yes. Hallo, hey. Die nagels, you. Leuk, hè? Ik heb het, jongens. Ik heb dus een tosti. Ham en kaas tosti. Dat is echt mijn go-to lunch ding. Dus dat past helemaal bij me. En een matcha latte. En ik heb hier ook water. Kijk, dat had ik gekocht bij de Hema. Dus dat heb ik ook. Dus ik ga even wachten tot het klaar is. En dan kom ik bij zo Willy terug. Met het eten. Oh my god, we hebben eindelijk lunch. Het is inmiddels alweer 1:30. En I'm so hungry. Ik heb dus een ham en kaas tosti. En een matcha latte met havermelk. Volgens mij is het heel veel matcha. Ik ben benieuwd. Gast. Zit er echt een creep in een Mercedes en hij zat me heet aan te kijken. Dus ik ben gewoon ergens anders heen gaan rijden. Het was zo awkward. Ah! Het splasht gewoon in mijn gezicht. Oké, let's give it a try. Ik heb nog nooit op bij de Starbucks. Gadver. Ik weet niet, maar dit is veel te matcha. Ik zag het al aan de kleur. Maar ik vind het heel lekker. Maar niet te veel. Nee. Ik moet hier thuis. Even meer melk ingooien, want... Ik weet het niet. Kind of disappointed, maar ik heb tenminste mijn lunch. Ik heb wel vaker die tostjes op bij Starbucks. Ik ben echt yum. Oh, hij ziet er zo lekker uit. Kijk dit dan. Oh my god. Het is best wel groot. Hebben ze me nou een kaastosti gegeven? Nee. Zit er gewoon op. Gelukkig. Ik ben echt heel de wereld rondgerezen voor dit. Voor één kuttosti. Maar... Dan zit je... Er zit een soort mosterd op ofzo. Een soort mosterd mayo saus.
is oprecht een van de lekkerste tossies die ik ooit heb gegeten in mijn leven. Misschien omdat ik ook heel veel honger heb, maar dit is niet normaal. Mmm. Holy shit. Oké. De challenge. Ik vraag me heel erg af wat jullie ervan vinden. Vinden jullie dit leuk? Moet ik dit vaker doen? Ik dacht misschien ook een keer 24 uur eten van een tankstation. Daar heb je natuurlijk ook allemaal eten. Of gewoon, ja, weet ik veel, 24 uur wat. Of, ja, ik weet niet. Ik kan zoveel leuke dingen bedenken. Of, dat ik naar de Starbucks of naar de McDonald's ga en dat ik jullie orders moet doen. Dat zie ik ook heel veel in Amerika. Vooral bij Starbucks heb ik zo'n secret menu met allemaal soorten drankjes en weet ik het allemaal. Dus. Ik wil ook een keer een video doen van jullie Starbucks drinkjes bestellen. Of gewoon jullie gekke fastfood bestellingen. Bijvoorbeeld. Iemand komt, ik eet altijd een chili chicken zonder chili saus en dan met frietsaus. Weet je, dat je dat soort gekke dingen gaat, dat ik dat ga vragen en dat jullie dat ik dat dan ga doen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Bij de McDonald's of zo, of bij de Burger King. Ik wil vanavond eigenlijk bij de Burger King eten, maar zo bij de KFC. Zo honger. Zo lekker dit. Holy shit. De drankjes vallen me echt tegen. Maar je ziet het eigenlijk al aan de kleur. Dat hij veel te matcha is. Yeah, I don't like it. Gelukkig heb ik een kleine. Ik vind het wel lekker, maar... Hij is gewoon te matcha-rig. Ik ga hem mee naar huis nemen. Dan doe ik hem gewoon in een wat grotere cup. En dan doe ik er gewoon heel veel havermelk bij. En ik moet Stan zijn cadeautje gaan in elkaar aan het zetten. Heel veel zin in. Oh, dit is wel echt lekker, man. Ach, Ara. De challenge gaat me tot nu toe best wel... Wat is dit? Oh, word ik hier? Mag ik hier niet staan? Nou, staat hier wel raar een auto. I don't know what he's doing. He's gone. Maar goed, tot nu toe gaat de challenge me heel goed af. Ik vind het echt leuk om challenges te doen. Vorige keer ook dat die. Degene voor mij bepaalde bestelling. Dat vond ik zo leuk. Gewoon. Ik hou van nieuwe dingen uitproberen. Ik ga ook een keer. Sorry, ik kom met allemaal leuke ideeën. Dat ik zeg tegen degene van de werknemer van ik wil dat jij het voor mij kiest. Gewoon, ik wil al jouw favoriete dingen van dit restaurant ga ik eten. Boeien of het fucking veel is. Ah. Ik was het zo nodig, maar dit is echt een leuk terrein. McDonald's, Burger King, KFC, Starbucks, alles gewoon. Die vrouw bij Starbucks was echt leuk. Ze was echt heel lief. Ja. Als je ooit bij Starbucks bent, je wilt een broodje, haal de tosti. Haal hem. Ik hoop. Dat jullie het niet erg vinden dat ik alleen ben. Dat jullie het niet saai vinden ofzo. Maar ik vind het juist heel gezellig. Want nee, er zit een groene mancha vlek op mijn broek. Ik dacht misschien wel leuk. Want dan kan ik lekker kletsen met jullie. Ik ga naar huis. Dan ga ik deze even mengen met meer oatmilk. Ik heb hier een grote cup. Ook van Starbucks. En ik ga hier even de matcha in doen. Het lijkt echt op een spinaziedrankje. En daardoor... Het is nu klaar. It will be very pretty. Wow, that looks so cool. Much better.
So much better. Het is nu 3 uur. Ik ga Stans cadeau even in elkaar zetten. Ja, wacht, ik ga nu. Veel beter. Perfect. Love is. Oké, we zijn bij de QC. Ik ben alleen vergeten te filmen dat ik alles bestelde. Maar ik ga het zo meteen laten zien. En ik ben trouwens met Stan dat ik niet alleen ben. Want dat was heel stom geweest. En het is echt al donker. Dus hoi, ik moet wel hoi. Met een lampje aan. Maar ik kom zo weer. Ja, binnen. Wat? Precies twee donnies. Oh. Oké, zullen we even laten zien wat we allemaal hebben? Dat ga je allemaal gaan zien. Nou. Zou ik wel iets anders kunnen pakken? Ik heb 2 chicken tenders. Ik doe dat gewoon bij elkaar. En 3 hot wings. Dat is not our problem. Nou, al die dozen. Maar ik doe zo meteen bij elkaar. Die zijn van mij. Ik heb hier die burger en die... Hij heeft een... Stan heeft een... Singer burger boxmeal. Hot wings. Een burger. Ik heb een... Crunchy cheeseburger. Nog nooit een burger op bij de burger. Jij hebt geen saus. Ik snap niet hoe je dan kan leven, maar. Ik ben nou niet zo overdreven, joh. Zo, hele setup. Wat wil je allemaal? En dan, dat was het. Oh ja, en een corn. Al die dingen. En ik heb. Zit ook boter bij? Ja. Zo dan. En we hebben dus. En ik heb sausjes. Zo lekker. Mag ik laten zien? Hij heeft een Zinger burger. Hij heeft gewoon een naam, hè? Stanny. Stanny Wanny. Stanny is bijna jarig. Ja, man. 14 feb. Ja, Stan is op Valentijn zelf jarig. Echt leuk. Mm. Echte Valentijn. Echte romantische. Shit, waar ga ik al die saus laten? Ik heb dus helemaal geen... Oh my god. Ik heb helemaal geen... lekker een witte broek aan. Ik heb helemaal geen friet, maar daar had ik ook echt geen zin in. Oké, ik ga beginnen met een chicken tender. Tip, tip. Lekker? Wel goeie zeg, ja. Ah, ik had zo'n honger. Ik had alleen die tossie op, maar dat weten jullie. Heb jij hier ooit een keer met mij die milkshake op? Die is goddelijk. Dat was met die andere guy. Had je die op? Hè? Met Bradley had je die op. Ja, weet ik. Maar heb jij die wel eens op? Nee. Nee? Nee. Hoe kan je geen friet eten met saus? Ik heb er zin in. Jongens zijn soms heel raar. Nee, we proeven. Dat is echt een hapje. Goeie hoor. Broodje. Gewoon een soort met chicken. Maar dan lekkerder. Beter hoor. Met goede kip. Maar ook dit broodje is lekker. Mooi. Vind jij wat wings lekker? Nee, te pittig. Maar je hebt ze wel. Klopt, zit er gewoon bij. Ik vond het wel echt een leuke challenge vandaag. Ja? Mm-hmm. Starbucks geweest? 2 keer. Toen nog een keer. Hier. Wat voor broodje had je dan? Tosti. Heel lekker, niet normaal. Zo lekker. Maar ga je morgen dan ook nog met die 24 uur is? Nee, gewoon ontbijt, lunch, avond eten. Maar ik ontbijt niet echt, dus ik dacht, ik maak het wel een beetje leuk voor de kijkers. En dan ga ik gewoon naar Starbucks, want mijn ontbijt is koffie. Jij gaat ook nooit vaak naar KFC? Nooit? Daarom vind ik leuk. Maar ik wil eigenlijk naar de Burger King. Ik ga ook nooit naar de Burger King, daarom. Maar ga jij vaak naar de KFC dan? Nee, ik
amper merk je. Ja, hij gaat ook bijna naar de weg. Ik ga alleen vaak. Ik heb nooit gewoon. Ik heb niet de behoefte om veel ergens heen te gaan of zo. Ik moet naar de Mac of ik moet ergens heen. Nee. Jij bent net zo blij met een boterhamkaas. Nee, dat eet ik ook. Dat eet ik ook weer niet. Avocado dan. Avocado toast. Ook niet, maar laatste tijd niet zoveel, maar. Wat eet ik veel? Gewoon tosties thuis. Lekker, gewoon een cheeseburger, maar dan met kip. Mm. Met ketchup en zo. Ja? Die broodjes zijn lekker, hoor. Ja! Het is gewoon een cheeseburger met in plaats van vleeskip. Lekker. Voor mij zit er gewoon een chicken strip op. Die zingelburger ook soort, zo gewoon een grote. Ja. Nou, ik ga eens kijken op die app van de Burger King. Daar hebben ze burgers. Dat is niet normaal. Ja? Van dat app. Is ook wel logisch eigenlijk. Ja, Burger King, maar... Kijk, ik bedoel McDonald's. Ze hebben echt 10 burgers, maar daar hebben ze echt 30 burgers. En dan echt, gewoon echt met bacon en dit en dat en zus en zo. Echt gewoon te overdreven eigenlijk. Maar ik hou meer van kipburgers. Ook bij de Mac, als ik dan ga, hou ik wel met chicken vaak hoor. Ja? Ja. Dat is allebei wel lekker. Ik vind die spuiten met chicken heel lekker van de Mac. Als je zo'n pittig eten houdt. Hè? Als je zo'n pittig eten houdt wel. Ja, maar hij is heel spicy hoor. Of zo'n crunchy of zo honey style mustard ding. Die vind ik ook lekker. Van Mac. Van Mac, ja. Ik zeg kan best. Oh. Of quarter pounder. Die vind ik ook fucking lekker. Mag dit in de zak? Er zitten wel nog dingen in, hè? Het gaat. Oh. Het gaat. Echt snel op. Ja, een beetje op zijn trek, man. Zo, ik ook niet normaal. Ik had zo'n honger. Vanavond gaan Stan en ik sporten. Ah, goed. Ja, echt zin. Maar zo op. Ik had deze voor aan de eend, die ding. Oké. Die mais. Oh ja, dat hebben we nog. Daar heb ik ook zin in. Wil je die koolslaan lekker? Precies. Weet je niet. Gaat, hè? Die krijg je zo'n bakje wel eens, toch? Wat? Die koolslaan. Ja? Niet lekker? Dat eet ik nooit. Ik vind het ook niet heel lekker. In ieder geval, ik zou het niet bestellen. Nee. Kijk, zo, je krijgt het erbij of zo. Ik vind die chicken fried lekker. Lekkerder dan deze. Heb je die al op, die Hot Wings? Nee. Ik had een keer met Anne. Die chicken stripes. Nou, goor. Ze waren gewoon niet gebakken. Ze waren gewoon rauw, zowat. Gewoon zacht en ongebakken, gewoon wit. Zo vies. En nu gelukkig goed. Lekker man. Ja. Heb je ook zin om te sporten? Ik vind het altijd leuk, toch? Hè? Ik vind het altijd leuk. Kut, ik moet Nina nog appen. Ze moet reserveren. Altijd. Gaat dat ook weg dan, met die maatregelen? Ik weet niet. Het zou best kunnen dat ze het houden, omdat het best gewoon handig is. Ja, maar... Ja. Op zich. Ik vind het kleine moeite het reserveren. Hey. Het is kleine moeite, maar... Dan moeten ze hem wel onbeperkt houden misschien. Of juist handig dat je maar een aantal bepaalde mensen mag. Ja. Ja, dat is wel chill. Ja. Zeker ons sport was niet extreem groot. Is het snel druk? Avonden, dat is niet te doen, maandagavond. Ja. Wat is het dat het maandagavond zo druk is? Altijd weinig mensen bij ons hebben voetbal, weinig mensen hebben iets te doen, ja. Dus ook van,
nieuwstart van de week. Ik ga even weer sporten. Ben ik ook wel. Ik denk dat het niet druk is vanavond op een vrijdag. Ja, nou. Kan ook wel juist. Tegen dan hoe laat we gaan. Als we 8-9 uur gaan. Dan valt het wel mee. 8 uur is heel druk. Ja, 8 uur nog wel, denk ik. Mm-hmm. 9 uur niet meer. Maar mijn sportschool... Hij is altijd open. Ja. Dat is relaxed. Fucking chill. Mijn sportschool is... Ja. Wel een beetje heet, hoor. Ja? 24/7 open, dat is zo chill. Je hoeft gewoon nooit aan te denken van, oh, laat die gaat die dicht. Of zondagavond kan je gewoon... Dat is gewoon top. Zometeen nog die... Die mais. Pitta? Perfect. Love it. Ik geniet gewoon minder van die hot wings dan van die chicken nest. Ja? Strips of stripes, ja. Ik weet niet, die zit toch in je gedachten met wat heet. Ja. Zeg you hate it or you love it. I love it. Maar die buitenkant is wel fucking lekker. Klopt. Zo'n chicken strip eet veel handiger. Het is allemaal met die botten, dat vind ik dat zo irritant. Bij het A4, Brugwegrestaurant. Hier heb je dus een KFC en een Burger King zitten. Heel dicht bij mij, dus echt een kwartier. En een Jack's. En een casino. En dus een Starbucks. Maar geen drive. Oh, hier ben je vanochtend naar binnen gegaan. Ja, die zit bij die benzinepomp. Daar. Nee, daar. Oh, die pomp. Hebben ze ook zout? Zo, dit ding is best in elkaar. En hebben we nog... Oh, daar hebben ze vetten. Oeh, dit was zo lekker. Maar het was wel vroeg. Ja, het is nu 7:10. Ja. Maar normaal eet ik niet zo vroeg. Hoe oud? Hoe laat? Zo, hoe oud? Moet je kijken dit, hè? Oh, Nespresso, alles overheen. Oh. Hoe laat eten jullie mee? Oh ja. Stanley denkt echt dat het gebeurt. Kijk jij ooit wel eens mijn video's? Nee, hè? Nee. Dus dan heb ik ook echt geen idee. Hij denkt, wat is die chicken? Tuurlijk wel. Dan kijk ik nooit de video's alleen. Ja, je bent een vrouw paar, of je kijkt wel eens, maar je kijkt niet elke video. Staat stipt om 4 online. Nou, dat zou ik ook echt niet willen. Ik hoef ook niet al je video's te zien. Nee, dat moet je ook niet willen, joh. Nee, ja. Wij eten nooit samen, eigenlijk met z'n vieren. Zeg maar thuis. Nee, jullie eten niet samen met elkaar, hè? Maar dan komt, die moet weer sporten, die moet weer werken, die moet weer voetballen. Maar wij eten wel vaak met elkaar. Even mijn ouders sowieso altijd samen. Ja, maar jullie hebben geen avondplanning. Nee. Zeg maar, jij bent nou, elke avond vrij. Eerlijk. Behalve woensdagavond, dan ben ik met jou. Ja. Nou ja, vrij in niet een per se een verplichting, maar ik moet wel gewoon heel vaak werken. Ja, je snapt wat ik bedoel. Ja. Geen verplichting. Maar... Wij eten vaak rond 6:30, 7 uur. Jullie ook wel hoor. Mm-hmm. Als ik bij jou ben. Als we bij jou eten. Klopt. Jullie eten niet om 6 uur. Heel veel mensen eten om 6 uur. Nooit niet stip. Maar ik zou dat niet... ik zou dat net iets te vroeg vinden. Ik vind laat eten ook niet erg. Maar ja, nu heb ik wel echt veel honger. Ja. Ook wel soms heb als stel mijn broers moet vroeg werken of trainen wanneer of zo. Eet? Dan ga ik mee eten met hem. Ja. En dan ben ik om 5:30, 6 uur al klaar met eten. En dan ben ik gewoon de hele avond vrij. Ja, en dan heb je om 7:30 weer honger. Dat heb ik. Zo, ik eet om 5:30 en heb ik om 8 uur weer honger, hoor. Oh, heuk. Ja, maar is wel goed. Mmm. Ik vind het lekker. Lekker juicy. Maar lekker botertje. Ik mis wel mijn zout. Dat maakt het echt fucking lekker. Ga nog een keer langs. Ik kan misschien wel zo'n milkshake halen of zo. Mmm. Die ene, ben ik wel benieuwd naar. Nou, fucking lekker. Kunnen ook samen heen doen. Van ook. Hier, mevrouw. Met de meneer. Hier zit wel wat bij. Dat hoop ik. Weet ik zeker.
gelukkig. Maar ik heb altijd, dan eet ik en ik van, ik kan nog wel 10 burgers op en dan na een half is ik opeens fucking zo meteen. Ja. Als je dat weet, dan is het goed, juist. Mm-hmm. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij gaan even een milkshake halen. Oké. Daar ben ik, in mijn hele oranje licht. We hebben nog een medium chocolate milkshake. Chicken tenders, er staan nog twee chicken tenders. Jongens, deze milkshake moet je proberen in je leven. Hij smaakt gewoon naar Nutella. Zo lekker. En, waar is dat koekje? Mm-mm. Oh. We hebben nog een koekje. Een chocolate chip koekje. Ik heb deze nog nooit op bij de KFC. Lekker. Niet zo bijzonder zo. Dit was dan de 24 uur drive-thru challenge. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Zoals ik al zei, wil ik vaker dit soort challenges doen. Dus heb je een leuk idee, let me know in de comments. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten, net zoals ik. Dus ik wil heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je de video leuk vond. En vergeet me natuurlijk niet te supporten op mijn YouTube kanaal te abonneren. En wil je nog meer van me zien? Volg me dan zeker op Instagram. Dat is gewoon @sarahvervoerd. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!